Hallo mensen van een gamekanaal, ik ben Jeroen en vandaag gaan we weer verder met Feed the Beast. Voor de mensen die in de server spelen, ik heb die Divine RPG eruit gehaald, want het lekte en het crashte en het werkte niet. En ja, ik heb het er maar gewoon voor het gemak even uitgehaald en die Creeper gaat dood. Zo. Creeper is dood. Wat gaan we vandaag een beetje doen? De wasmachine. Hoorden jullie op de achtergrond? Misschien of muren, ik weet het niet. We gaan in ieder geval een carpenter maken, zoals ik al hierop staan. Daar hebben we redelijk wat brons voor nodig. Volgens mij had ik brons meegenomen. Ja, ik had brons meegenomen. Dat komt mooi uit. Wat hebben we nog meer nodig voor een carpenter? Glas. Ja, glas eigenlijk alleen nog maar. Hebben wij nog glas? Hebben wij nog glas? Hebben wij nog glas ergens? Ja, we hebben nog glas. Kijk eens aan. Dan kunnen wij een sturdy casing maken. Like zo. En dan poppen wij dit zo. En kijk eens aan, wij hebben onze carpenter. Dat klinkt heel stom, carpenter. Hoe duur is trouwens een Mesa Raider om te maken? Dat ook meteen wel. Mesa Raider. Mesa Raider. Ah shit, ik heb diamonds nodig. Ik moet een keer op bezoek toch naar diamonds. Ja. Oké, dus hebben we een carpenter. Die carpenter gaan we in een mooi huisje neerzetten. Maar ik weet nog niet wat voor huisje. Ik iets met hout. Hout. Right, say. Kobbel. Een keer kobbel proberen. Ik heb niet heel veel kobbel. Ik had echt moeilijk veel kobbel in mijn oude huis trouwens. Oh, diep meegenomen. Stom. Waar zullen we het huisje gaan neerzetten? Ik zet het hier neer. Als die zombie eerst eens doodgaat. Oh! Die. Die, you foul fiend. Waar zullen we de vloer van maken? Hout. Hout, sowieso hout. Zo. Hoppatee. Dan gaat hij nog één hoger. En dan komt hij hier uit. Het wordt gewoon een klein mooi huisje. Of ja, mooi. Ik weet niet of die mooi wordt. Maar het wordt gewoon een klein huisje. Het wordt niet groot en gigantisch. Het kan zijn dat ik een beetje verkouden klink. Dat klopt, want ik ben echt stront verkouden. Ja, dat heb je goed gehoord. Zo, oh shit, nou zit ik hem daar neer. That's not supposed to happen. Hoppatee. Ja, zo, nu hebben we in ieder geval een huisje. Het huis bouwen en zo en het mooi maken ervan, dat zal ik allemaal een beetje offscreen doen. Dat is allemaal niet zo heel interessant hoe ik een huis bouw. Nee, dat doe ik hier niet aan. Om dat ook nog allemaal te gaan kijken. Dat kost veel te veel tijd. We moeten engines hebben. En de beste engine, de goedkoopste engine, is volgens mij een peat engine. En dan moet ik even kijken hoe we die maken. Peat fired engine. Copper, een piston en copper gears. Daar hebben we dus eigenlijk copper voor nodig. Maar dat is op zich geen probleem, want die kunnen we zo maken. Waar is al mijn vlees heen? Ik had veel vlees. Of ik had potatoes. Ik had heel veel potatoes, dat was het. Jij gaat daarheen. De dingen gaan daar. Kopper. Nam. Heb ik toevallig een piston? Heb ik de materials voor een piston? Dat is de eerste vraag. Heb ik toevallig een piston? Oh, piston. Nee, ik heb geen piston. Hoe maakt ze een piston? Ik heb werkelijk wel geen idee. Ik vergeet die shit altijd. Shoulder mounted piston. Wat? Oké! Iron, stone en hout. En redstone. Dus hebben we iron. En redstone. Hout. En kobbel. Oké. Dan hebben we een piston. Dan hebben we copper gears nodig. En dan hebben we ook weer hout nodig. Heb ik toevallig nog sticks? Nee, ik heb geen sticks. Geen sticks? Helemaal niet? Ik heb wel hout.
Noem het daar maar mee. Ook prima. Ook prima. Hop hop. Oh wacht, dan moet ik wel hout maken natuurlijk. Zo. 2, 2, 2. Zo. 2 gears. Die gears die zullen we dan weer in koper. Ah shit, dan moet je eerst voor cobblestone. Ah god, wat doe ik nou weer? Dan moet je. Moet ik dichterbij lopen? Dan moet je eerst voor cobblestone van maken natuurlijk. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas niet. 1, 2. Hoppa, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kijk, koper gears. Koper. Ik moet eerst die piston maken trouwens. Jij daar, jij daar. Jij daar. Jolly daar. Dan hebben we de piston. Twee gears. Twee gears, zei ik. Die daar. En de Pitfired Engine. Er liep iemand naar binnen. Oh, Björn. Hey Björn. Dan hebben we natuurlijk ook Piet nodig. En hoe maken wij Piet? Pitonium Piet Piet. Piet. Wacht, ik ga het heel even opzoeken. Hoe maak ik Piet? Piet. 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 Hoe maken wij Piet? Piet is a solid fuel produced by leaving bog earth to mature. Oh ja, bog earth hadden we nodig. Bog earth. How do we make bog earth? Zand, dirt en water. Oké, zand, dirt en water. Heb ik zand, dirt en water? Dirt heb ik, heel veel. Heb ik zand, heel veel. Het regent, ik ga het geluid uitzenden. Stond irritant. Zo, veel beter. Ik heb één zand. Is dat alles wat ik heb, serieus? Twee zand. Nee, dat is zandstone. Heb ik helemaal geen zand meer? Oh, wauw. Nou, dan is het tijd om onze arme shovel te gaan halen en zand te gaan halen. Ja, we hebben zand nodig. Ik heb wel 3 buckets, dus kunnen we ook meteen... ook meteen wat water halen. En dan gaan we hier op zoek naar zand. Er zit daar volgens mij het einde van de rivier, dus er zit hier vast wel wat zand. Kijk, zo, dat is best wel zand. Het was hier gewoon in mijn persoonlijke dingetje. Maar dit zou wel genoeg moeten zijn. Oké, dit zou even mooi maken. Zo. Ja, dit zou voldoende moeten zijn. Joppatee. En we zijn weer in ons huisje. Weg van de regen. Dan zeg ik net, dan kan ik meteen water meenemen. Wat doe ik? Geen water meenemen. Zo, 3 buckets van water. Daar kunnen we wel mee vooruit. 1. Kan ik die stekken? Nee, die kun je niet stekken. 1, 2, 3. Bog-earth. En de bedoeling van die bog-earth is dat we die erg gaan neerleggen. En nat laten worden. Dat gaan we hier doen aan het water. Dus dan ongeveer 6 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 5, 6. Dan wat dirt ertussen. Of wat water ertussen. En dan zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ook wat dirt. Zo. Oh, zo. Oh, gaat fout. Oh, ja. Yeah. Wow. En die gaat ook dicht zo. Godverdomme, klote wasmachine. Oh, wat nu? Verneuk ik het hier. No! No! Oh, wauw. Ik heb het ook echt helemaal verneukt. Maar dan ook echt helemaal. Het hoort allemaal hier te zitten zo. En hier wordt de bogurt is het. Oh Jeroen. LTP man, LTP. Waar is het water nou daar? Zo. En we hebben nu 3 rows of bogurt. Oh
Oh, dit vind ik zo lelijk. Waarom werkt het water niet mee? Kan ik heel slecht tegen. Water dat niet meewerkt. Het ziet er ook gewoon niet uit. Het is echt godverdamme lelijk. Kijk dan. Oh shit. Oh wow, Jeroen. Daar. Nee. Daar. Ja, kijk eens aan. Dan moeten we hier even wat dirt onder gaan leggen. Oh, ik ga verdrinken. Dat maakt het farmen ervan dadelijk wat makkelijker. Zo. Auw, ik geloof. Ah. Zo. Nou, dan moeten we dit even laten drogen. In de tussentijd. En dan gaan we weer naar onze mooie... Oh. Gooi ik hem op de grond. Dat is niet de bedoeling. Dan moeten we even een mooie fancy manier vinden om dit te gaan poweren. Ik denk dat ik jou de... Nee. Damn it. Waarom werkt hij niet mee? Zo. Kijk eens aan. Nu is het wachten op de Piet. En de carpenter. Want wat willen we maken? We willen een... voor die apiary. Hebben wij een impregnated casing nodig. En daarvoor hebben we seed oil nodig. Dus voordat we dit kunnen doen... heb ik eerst een squeezer nodig. En hoe maken wij een squeezer? Met tin en een sturdy casing. Oké. Nou, dat gaan we dan even maken. Dan hebben we dat ook meteen gedaan. En dan ook wat... pipes. Moet ik het niet kapot maken. De brons ligt boven. Dus dat gaan we even... vanaf halen boven. De brons, de tin en dat was het. Kool hebben we ook nog zat. Misschien dat ik ook nog een sterling engine aan vast op. Wie weet. Zo, oh, ik begin wel weinig brons te krijgen trouwens. Ik hou niet veel meer over. tin, ja, oké. Twee glas en dan drie tin. Oh. En we hebben een squeezer. Wooden conductive pipe. Een wooden transport pipe en een... Oké, dat is niet zo moeilijk te maken, denk ik. Dan pakken wij deze. En dan doen wij dit. En dan werkt dit niet. Dus wanneer moet je de twee, moet je het zo doen. Ik dacht altijd dat het anders was. Maar oké, ik vind het prima. Dan maken we ook meteen wat van stone. Een stuk of 24. En dan moeten we die gaan geleiden met redstone. Zodat ze geleidend zijn. Daar hebben we ze lang niet allemaal voor nodig. Of in ieder geval. Ik heb er eentje met wooden nodig. En ja. Yeah. Maar een stuk of 8. Oh, je kunt geen... stone conductive pipe maken. Oh, serious? Are you serious? Well, that sucks. Wooden, stone en golden. Wat is dit dan? Dat is natuurlijk cobblestone, dat weet niet hoe het zeker. Ja, dat is een cobblestone pipes. Guys. Oh, gelukkig hebben wij hier best veel stone liggen. Dat komt goed uit. Hoppatee. En wat glas erin duwen. Hoppa. En hoeveel zouden we doen? 8, ja. Nou, dan. We fix that shit. Wooden conductive pipe, squeezer. Nu is het alleen nog wachten op onze Piet. En dan zijn we helemaal klaar. Voor onze mooie farm. Of niet wel. Ah shit. I fuck it up again. Die daar. Die daar. Jij en jij daar. Komt hier de carpenter. Komt hier de squeezer.
Zo. Want hier komt ook nog een pijp die de seed oil van daar naar daar kan pompen. Dus dan moet ik ook nog een wooden conductive pipe maken. En een redstone engine. Dat zijn de twee dingen die we nu even nodig hebben. Dus dan hebben wij beeswax nodig. Heb ik dat toevallig? Nee, ik heb geen beeswax. Heb ik cactus toevallig? Heb ik helemaal geen cactus? Oh. Ah, dat is mooi krap. Dat is mooi kloden. Dat is mooi kloden, ja. Ik heb geen... Ja, dat is zuur. Dat is zuur. Als je ze nou zo sorteert dat ik mijn... Nee, nou ja, maakt niet uit. Ik heb gewoon een alleen al waterproof. Maar hoe maak ik dat waterproof gezeik? Ik weet dat het met beeswax of honey kan. Je hebt cactus green of beeswax nodig. Ik weet dat ik beeswax heb, maar niet hier. Ik ga heel even beeswax halen. Oh, wacht, dan moet ik eerst de chat natuurlijk weer aanzetten. Die had ik uitgezet, zo. Gaan we naar home. EGK. Home R. Hoplex. Oké, hoppatee. We hebben beeswax. Ergens. In een squeezer zitten. Dit is onze gezamenlijke ruimte van wat vrienden van Nick. Ik, Bjorn en Nick bouwen hier ook. Dus er is al aardig wat gebouwd hier. In the meantime. Dit is onze automatische oneindige houtfabricator. Die nu even stil ligt. Ik weet niet wat voor reden. Beeswax. We kwamen natuurlijk voor de beeswax. Daar is de beeswax. Home. EGK. A-U-A-I-A. En we moeten ook weer een redstone engine maken. Redstone engine. Die maken we door hout, stone gear en weer een piston. Dus ik heb weer iron nodig en die iron ligt erboven. Iron, I need you. Iron. Zo. Hoppatee. Had ik nog hout? Ja, ik heb genoeg hout. Moet niet die daar... Oh my god. Oké, dan maken we eerst wat pipe waterproof. Zo. Dan hebben we een wooden waterproof pipe. Dan doen we wat jungle wood. Die maken we into sticks. Ja. Dan hebben we twee gears nodig. En een piston. Een piston maakten we door dit te doen. Dacht ik. Ja. Cobblestone en hout. Piston. Piston. Wooden gears. Shit. Er kwam één hout te weinig. Shit, ik heb één hout te weinig. Oké. Hout. Hier zit nog cobblestone in. Die moet uit. Want die hoort in die barrel. Hout. Waar is het hout? Waar is het hout gebleven? Oh, wauw. Ik had nog hout. I know for sure. Ik mis ook trouwens één hout, dus dat is genoeg. This should do the trick. Twee wooden gears, een piston, wat glas en drie wood. Kijk eens aan. Dan hebben we ook meteen wat levers nodig. Dan heb ik er hout voor nodig en ik heb geen hout, want dat ligt boven. Hout hier. Want we moeten natuurlijk ook die engines poweren die we daar hebben liggen. Dus daar gebruiken we. Oh god. Nou ja, maakt niet uit. Zo dan. Twee levers. Dat zou voldoende moeten zijn. Dan gaan we even alle cobblestone in die barrel opbergen. Zo. Zo. Waarom doet hij het niet? Oh, dit is stone. Jeroen.
Creepers, 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 skeletons, skeletons, skeletons. Oh my god. I'm so fucked. Oh ja, ga elkaar aanvallen. GG. Nee, die creeper komt ook, die creeper komt ook. Nee, jij bent niet uitgenodigd. Jij bent niet uitgenodigd voor het feestje. Nee, jij bent niet uitgenodigd. En god, skeleton. Die. Waarom komen jullie allemaal langs? Jullie zijn allemaal niet uitgenodigd. Wooden waterproof pipe. Nee, ligt hier verkeerd. Wooden waterproof pipe. Ik heb een branch nodig. Nee, ik kan hem weghalen. Ja. Yep. I'm a noob. I know. Komt hier de redstone engine. Komt hier de lever, dan warmen we jou vast op. Dan gaan we even kijken hoe mijn Piet ervoor staat. Of ze al goed zijn. Zodat ik wat Piet kan harvesten. Ik weet niet, het ziet er goed uit. Ik weet niet of het goed is. Zo te zien krijg ik alleen maar boggert. Dus het zal nog niet heel goed zijn. Nou, dat gaan we gewoon even lekker laten lopen. Ja, dit is het einde van de aflevering. Ik ga hierbij afsluiten. Het huisje doe ik afmaken. Dus de volgende aflevering is dit een mooi huisje geworden. In the meantime. Onze redstone engine. Hier gaat de squeezer. Die gaat dadelijk seed oil maken. Die seed oil wordt dan zo. Wordt dan naar de carpenter gebracht. En in de carpenter kunnen we impregnated casings maken. En andere dingen. En de peat engine doen we natuurlijk. Peat in. De zon komt op. En dit is een mooi moment om de aflevering af te sluiten. Ja, abonneer even op R&A Game. Abonneer op in-game kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Like de video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dan komt de creeper aan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Feed the Beast. Later.